Minister Pralatseudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de deelnemers aan de training National Plant Protection Organization opgeroepen om verder te werken aan de nieuwe exportregels van de Europese Unie. Dat deed hij bij de certificaatuitreiking van deze training. De deelnemers die met succes de training hebben afgerond zijn nu keuringsinspecteurs en zullen de standaarden moeten bewaken. De bewindsman gaf aan dat er ook deskundigheid uit het buitenland gehaald moet worden. Er staat ons veel te wachten. We zijn bezig meer know-how binnen te halen. We zijn nu, vandaag is toevallig een brief weggegaan richting Amerika. Er is al een lijst met producten welke we naar Amerika exporteren. Maar we hebben om een uitbreiding gevraagd van zo'n lijst. Dus dat gaat weer door dezelfde procedure heen als wat we met Nederland hebben of met Europa hebben. Seudin zegt dat verder dat de inspecteurs hard nodig zijn om het werk te verzetten. Directeur Yvette Rukaji is trots op de nieuwe keuringsinspecteurs en hoopt dat de opgedane kennis in de praktijk toegepast zal worden om de standaarden van onze exportproducten te verhogen.